Hallo daar en welkom bij onze allereerste tv-show vanuit Dubai bij Expo 2020, de Wereldexpositie. Een expo of een evenement met een rijke historie. Voormalig was deze World Expo bekend als de World's Fair. De eerste werd georganiseerd in 1791 in Praag. Een aantal jaar verder, in 1851, werd het georganiseerd in Engeland. En dat was de eerste keer toen men dit evenement de World Expo noemt. Het werd gehouden in de Crystal Palace. Nou, de World Expo heeft heel veel dingen geïnspireerd. Onder andere de Eiffeltoren, die er toch de dag van vandaag nog staat. Het was eigenlijk om aan te geven de kracht van staal en wat voor prachtige gebouwen we niet konden maken ermee. Gesproken over prachtige gebouwen, achter mij ziet u het gebouw van Al Wassel. En daar hebben zo goed als alle 192 landen hun National Day. En Suriname is ook hier. Bij onze eerste tv-show hebben we drie gasten. Onder andere Monique Pool, onze eigen CNN-hero. En zij is hier geweest. Heel veel media-aandacht heeft ze gekregen. Onder andere van Dubai TV, van Abu Dhabi TV. En natuurlijk is onze eigen CNN-hero ook bij ons te gast. Ook Dick Lok is bij ons te gast. Dick Lok kennen we natuurlijk van het project Over die Slangen. En heeft een heel groot project gehad waarbij hij met spidermonkeys, kwata-apen, in de jungle is gaan wonen. Hij heeft daar gewoond en in die periode heeft hij het hele begin van de COVID-19-pandemie gemist. Ook Dick Lok is bij ons te gast. Als laatste, maar zeker niet de minste, wil ik aan u presenteren professor Seonat Naipaal, een man van woorden en daden. Zo lees Amadi Natokotoko Teja en dat allemaal om onze kust te beschermen tijdens zijn projecten met mangroves. Ja mensen, welkom binnen. Ik heb het al aangegeven wat we vandaag natuurlijk wat allemaal over gaan hebben. Het is een eventvolle week geweest en ik zit naast onze hele speciale sprekers. En we hebben natuurlijk dichtstbij van mij Monique Pool, onze eigen CNN-hero. En natuurlijk ook bekend als de Slot Lady. En je hebt veel gedaan deze afgelopen dagen. Daar gaan we het straks over hebben. Natuurlijk professor Naipaal, de mangrovenspecialist. Een van de wereldwijde experts op dit gebied. En de enige wetenschapper die ik heb horen zeggen dat hij geen problemen heeft met sea level change. Dus je hebt verschrikkelijk veel indruk op meegemaakt. Dus ik hoop dat dat ook straks in het gesprek overkomt. Maar daar heb ik geen twijfels over. En Dick Lok, the man himself, de snake expert. Maar de Surinaamse Tarzan wordt je ook genoemd. Wat vind je van die naam, by the way? Wennen. Hoezo? Nou, ik was altijd gespecialiseerd in reptielen en amfibieën. En dan heb ik een kleine zij avontuur genomen en dan ineens, omdat je met apen bezig bent, dan krijg je zo'n label. Maar ja, why not? Guys, hoe is Dubai tot nu toe geweest voor jullie? Monique, mag eerst gaan. Nou, heel veel gedaan, heel veel te zien, heel indrukwekkend, heel anders dan Suriname. Gelukkig lekker warm. Ik hou namelijk helemaal niet van de kou, maar eigenlijk heel veel te zien, maar ook te doen. Heel bijzonder. Ik kan niet anders zeggen. Ja. Te warm voor u of? Daar kan men zich goed aanpassen hierin. Dubai, ja, ik ben in het expo gebleven. Nog Dubai niet zoveel gezien. Maar heel veel ervaring opgedaan inderdaad. Hè. Van de ene paviljoen naar de andere. Veel opgedaan. En ik denk dat het behoorlijk veel bijgedragen heeft aan de vorming verder. Hoe is jouw Dubai-ervaring tot nog toe, Dick? Bijzonder. Het is eigenlijk, je bent op een stukje in de wereld waar de hele wereld aanwezig is.
Gewoon de hele dag hoor je verschillende talen, verschillende culturen, verschillend eten dat je overal kan proeven, verschillende mensen dat je ontmoet. En dat, is, ja, dat maakt het echt ontzettend bijzonder. Nou, zoals jullie weten is ook Suriname hier en we hebben ons paviljoen inmiddels hebben een soft opening gehad, want de expo is uiteraard open gegaan en ons paviljoen is al ready. We kregen dagelijks een stuk of 100 mensen in ons paviljoen tot nu toe. En we hebben een bepaald gedeelte van het paviljoen waarbij we eigenlijk echt ons oerwoud naar voren willen brengen. Nou, daar heeft Dick, of eigenlijk hebben Dick en Els van Lavieren, die helaas al vertrokken is, maar zij hebben een hele speciale rondleiding gegeven in dat gedeelte van ons paviljoen. En dat willen we uiteraard eventjes aan jullie wijzen. Suriname has 93% forest. So it's the best place to visit the jungle. Here you can hear the Busiskotu. It's the forest police or screaming pia. It's a typical sound of the South and Central American jungle. Another typical sound is the howler monkey, the Guyana red howler monkey. That's the monkey we have here. This is actually the loudest animal in the world. It can make a sound that will travel for over 5 kilometers. And it actually has a small extra bone under his chin where it can make the sound with. And unfortunately, we don't have the sound, so I'll resemble it a little bit. It's like. You can just imagine like 5 or 6 of those monkeys sitting together on top of a tree, making that sound. Usually in the early morning, late evening, or even during thunderstorms. Imagine the spirit you get, the energy from that. I've been working on the spider monkey reintroduction project and on jaguar project together with my colleague Els, and she can probably tell you more about the jaguar project. Thank you, Dick. We are at the jaguar. I will tell you about our largest predator in Suriname. And the largest wild cat that we have in Suriname. This is the top predator. It's at the top of the food chain. And if you take away the top predator, you get a lot of these plant eaters and the whole forest will change. So it's super important that we protect this jaguar. And there are quite a lot of jaguars left in Suriname because a big part of Suriname is almost 2/3 is very, inaccessible. You can't really get there. You can go by river, but it takes weeks, or you fly. So they're doing still quite well, but they are threatened because of the illegal trade in jaguars. And this illegal trade is happening all around the Central and South America. Ja, dat heeft het gezien heel mooi voorgedaan door zowel Els als Dick. Dick, wat zijn de reacties die je kreeg van deze rondleiding? Heel tof. We hebben echt ontzettend veel enthousiasme gehad. En voor mij, omdat ik natuurlijk veel in het toerismewereldje actief ben, voelde het ook hier een beetje echt het werken als gids. Je kan echt mensen dingen laten zien die ik normaliter ook laat zien in het bos. En ondanks dat de meeste mensen, of veel mensen die binnenkomen, geen flauw benul hebben waar Suriname liggen, gaat iedereen met vol enthousiasme weg en eigenlijk iedereen wil Suriname bezoeken. Wat zijn jullie reacties die jullie hebben gekregen? Ja, iedereen vindt ons paviljoen heel erg mooi. En ik heb een hele special aan het eind, maar daar vertel ik je misschien later nog over. Heel enthousiast. Echt, mensen vinden ons paviljoen leuk. Een heleboel paviljoens hebben niemand erin. En bij ons hebben ze interactie met mensen en dat doet het heel erg goed. Ja, ik vind het bijzonder mooi opgezet. Wanneer toeristen binnenkomen, dan zien ze eerst het water, de zee, de Bigipan, de mangroven. En dan begin je het maar uit te leggen en ze kijken verbaasd. Vooral de mensen van hier, hoeveel water we hebben en hoe het allemaal stroomt. Dat hebben ze in feite niet. Ze kijken eruit. Dus ze staan al stil daar en verder door het bos heen, dan zijn ze allemaal in feite verloren aan het einde. Dus het gaat heel goed hier. Jullie zijn jullie doen aan natuurbehoud en we hebben iets neergezet hier in Dubai. Is dit wat jullie gewild hebben? Ja, als je bedoelt van is dit wat we wilden zien? Ik denk dat we heel erg goed ons land laten zien op deze manier. De biodiversiteit houdt niet alleen in de flora en de fauna, maar ook de culturele diversiteit. En dat wordt goed
komt goed tot uiting in ons paviljoen. Dus ik denk, ja, dat wat mij betreft is het goede vertegenwoordiging van Suriname, het paviljoen. Ja. Ik denk dat het goed represent. Het mooie is, bij ons paviljoen is dat mensen echt op een reis worden meegenomen eigenlijk. Veel andere paviljoenen merk ik dat het wordt meer een beetje ingericht als een museum. Er zijn verschillende richtingen waarop je kan lopen, verschillende dingen dat je kan zien, waardoor je snel dingen overslaat. En in het Surinaamse paviljoen word je eigenlijk meegenomen op elk stukje van interesse en waardoor mensen enorm geënthousiasmeerd raken. Voordat we naar het volgende item gaan, hebben we een speciaal ding. Dat kan niet altijd te strak blijven. Aksa Krabasi heet dit. Dus dit zijn een aantal vragen hierin gezet, die wat luchtere vragen, die door een aantal leden van onze redactie en een aantal mensen van ons paviljoen graag willen weten over jullie. Dus we gaan eventjes die Krabasi vragen. Hoi! Seems legit. Voor wie is dat? Dit is voor professor Naipaal. Oké, voor de mensen die... Er moet een beetje een context geschetst worden hier. Voor de mensen die professor Naipaal niet kennen... Volg nieuws om hier te beginnen. Want hij is heel vaak in de berichtgevingen. Maar hij is dus professor. Maar los daarvan is hij natuurlijk ook iemand... who is getting his hands dirty. Dus hij is iemand die letterlijk voor de kust gaat... en vaak diep in de modder zit. De vraag is... Wat doet u met uw kleren nadat u uit de modder komt? Dat is een heel moeilijke vraag inderdaad. In het begin deed mijn vrouw dat, maar op de duur. Als je daarmee bezig bent, dan heb je zeker een half uurtje nodig om al het fijne eruit te halen. En dan haal je hem nooit eruit. Dus ik dacht dat bijvoorbeeld jeans erg sterk zijn, hè, sterke kleren. Maar ze houden 3 maanden niet lang te scheuren. Ze oxideren, ze verpulveren. Dus je hebt continu nodig. Maar wat we doen, we halen hem eruit, we zetten in een bakje en met water daarin. En proberen daar zoveel mogelijk eruit te halen, zodat het schoon blijft. Dus, maar schoon blijft niet. Als je eenmaal daarmee gaat, dan is jouw office kleren, laat maar zo stellen. Hè? Dus wordt die gewoon een veldkleren. Dus je kan niet anders. Gaan ze in de wasmachine of niet? Nee. Dat ga je niet kunnen. Dus we moeten niet kapot maken. Duidelijk vertaal, mensen thuis. Oké, de laatste vraag. Voor deze groep. Ik ben benieuwd voor wie dit is. Als het voor u is, gaan we het... we gaan hem skippen. Is voor Dick. Oké, de vraag is... Wat is je grappigste... apenverhaal? Ik heb heel veel grappige momenten meegemaakt. En grappig gaat soms ook samen met wat op het moment vervelend is, toch? Wat ik vaak probeerde, omdat we ze volgden nadat ze vrij waren uit de kooi, dat ik ze moest volgen voor enkele maanden. En natuurlijk begeef je constant onder die apen. Een of andere manier heb je de neiging om zo dichtbij mogelijk te willen zijn. Maar het is soms makkelijker om ze van de afstand te bekijken dan letterlijk onder die apen te staan. Maar ja, soms moet je eronder staan om een goede foto of video te maken. En ik weet nog dat ik met mijn camera boven mijn hoofd bezig was en dat ik aan het filmen was. Ik denk, is hij nou aan het poepen of niet? En 1 seconde later zie ik niets meer op mijn lens. Gewoon helemaal. Alles valt op mijn haren, in mijn gezicht, op mijn schouders, in mijn broek, alles. Ik sta echt helemaal covered in shit gewoon. En ik was met iemand anders die ook aan meehelpen, wat observeren was. Die kwam niet meer bij van het lachen. Ze heeft geen spatje gehad, niets. Oh. Ik sorry, er zit nog een beetje in je haar. Ik denk, oh my god. Nou. Smakelijk verhaal van Dick uiteraard, maar we gaan naar het volgende segment. En het volgende segment is, kijk, we zijn in Dubai, we zijn op de Wereldexpositie. Er zijn heel veel landen hier, zoals Dick ook eerder zei. En we hebben getracht om een beetje een wereldreis te maken. Dus we zijn begonnen in Suriname en we gaan de hele wereld rond. We gaan via Guyana naar Noord-Amerika, richting Europa en uiteindelijk via Afrika komen, via Brazilië terug naar Suriname. Dus
een beetje indicatie te geven wat alle landen op deze expositie gedaan hebben. En natuurlijk ook voor u om deze landen een klein beetje beter te leren kennen. Dus laten we gaan naar dit blok heet Sranang at the Expo, de wereldreis. Welkom bij het eerste land waar we naartoe gaan bij onze wereldreis. We beginnen in Suriname en via Guyana gaan we via Venezuela naar Noord-Amerika. Via Noord-Amerika gaan we richting Europa, Azië en via Australië, Midden-Oosten, Afrika komen we helemaal terug. We beginnen met ons buurland Guyana. En u kent Guyana, het is ons buurland, een beetje hetzelfde klimaat. Dus veel dingen die ze in hun paviljoen gaan hebben, zullen ongeveer hetzelfde zijn als Suriname. In zone 2 willen ze aan ons presenteren hun landschap. Wat ga je zien wanneer je naar dit land komt? En ze hebben 4 belangrijke dingen. De eerste is, ze hebben beaches. Ze hebben de Caribische Zee en de Atlantische Oceaan. En Venezuela staat bekend om hun hele mooie beaches. Dat willen ze hier wezen. We zitten hier in hun restaurant en als je naar Colombia gaat, ben je eigenlijk verplicht om hun koffie te proeven. En dat doen we nu. Hun populairste merk, Juan Valdez. En dan zeggen ze dat dit de persoon is, de koffie, het merk is dat hun koffie represent. Dus ik moet het even proeven. Ja, welkom terug. Probeer de social media kanalen van Suriname en de Expo te volgen. En dan kunt u alle afleveringen volgen. Er komen natuurlijk meer, want er zijn veel landen. Maar ik wil toch nog een beetje praten over eigenlijk, kijk, de Wereldexpositie. Ja, we zijn inderdaad hier om, het is eigenlijk een beetje een beurs. En dat is een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Maar jullie zijn mensen die voornamelijk praten over natuurbehoud. Dus ik wil eigenlijk praten over het huwelijk tussen natuurbehoud en business. En ik wil eigenlijk jou het woord geven, want je hebt een heel leuk project met honing. Dus kun je ons daar alsjeblieft even meer over vertellen terwijl we het zoeken? Ja, dus het is eigenlijk een beetje toevallig begonnen vlak voordat ik naar hier kwam. We zijn al een tijdje bezig met een project in Koroni en Ikeri, waarbij we proberen iets te doen met honing, alternative livelihoods. Dus we werken met de gemeenschappen samen. Maar een van de dingen die nu heel bijzonder is in Suriname, is dat de Dreting, de Miraoudous, die staan overal in bloei. En het is zo'n mooi gezicht. Persoonlijk denk ik dat dat echt een prachtig iets is voor ons om te behouden. En op die manier ben ik dan in contact gekomen met een imker die specifiek met Miraoudou honing bezig is. En eigenlijk dacht ik toen van, als ik dat bos nou kan behouden, toch? Voor de dieren waar ik mee werk. Vervolgens kan zij er honing uit produceren en het Arabisch schiereiland. Heb je al die gebakjes al gegeten? Nog niet waarschijnlijk, want ik zie dat je nog niet zo dik bent geworden, maar oppassen. We lopen veel dus. Want ze gebruiken daar honing voor. En de Miraoudou honing is exclusief. En wat denk ik wel zo is, het is een hele speciale honing. Het is organisch. Suriname is nog zo puur dat de honing die we produceren van topkwaliteit is. En iedereen is wild enthousiast. Iedereen, want ik laat ze proeven en iedereen is like, door COVID mogen ze niet nog een keer erin, natuurlijk, maar iedereen is wild enthousiast over die honing. Where can I buy it? Ik zeg, no, we don't sell it here. Dus een opportunity voor de Surinaamse honing, maar omdat het zo'n speciaal product is, probeer ik een meeting te krijgen met een heel groot bedrijf die misschien willing is om de topprijs die deze honing zou moeten krijgen te betalen. Oké, wil je daar iets meer over vertellen? Ja, ik niet helemaal, omdat ik die meeting nog niet heb. Ik ben ermee bezig. Maar het gaat om een groot cosmetica bedrijf, omdat honing wordt gebruikt in cosmetica. Er wordt hier honing verkocht, weet ik, dat heeft iemand me verteld. De helft van dit potje voor $300, omdat het een speciale honing is. Die markt moeten we hebben. De markt van
waar $2-3 Ik zien, want ik word geïnteresseerd. Wat is ik hoor €300 Ja. Sorry. Dan niet. Nee, dus... en ik denk dat is die speciale markt waar wij naar moeten kijken. En sowieso is Suriname... moet altijd kijken naar niche markets. Mm-hmm. Omdat we zijn geen land van grote productie. Ja? Dus wij moeten kijken naar... die plekken waar we kunnen verkopen, waar mensen bereid zijn om de prijs te betalen die het product waard is. Dit is organisch, het is puur, het is onverwarmd. Wij hebben, omdat we nog zo'n ongerepte natuur hebben, hebben we dus weinig plekken waar er veel pesticiden worden gebruikt. En dat is heel belangrijk voor honingproductie. Dat mensen weten dat het niet... op een ergens wordt geproduceerd waar er overal pesticiden zijn. Dus dit is een opportunity voor mij, omdat ik dan daarmee die bossen zou kunnen beschermen. Als we de Parwa honing ook kunnen promoten, dan kunnen we die hele kust beschermen. Doen we dat, beschermen we alle kustbossen, wat ook belangrijk is in verband met zeespiegelstijging, dan zouden we een van de topproducenten kunnen zijn in de wereld voor honing. We gaan naar ronde 2 van de Calabas vragen. Sorry. Een hele simpele vraag. Do slots have personalities? Ja, ze hebben absoluut persoonlijkheden. Ik had 3 baby's die op een gegeven moment na de grote rescue bij ons waren gebleven. En het waren 2 vrouwtjes en een mannetje. En ze hadden heel erg hun eigen persoonlijkheid. Dat mannetje die had zijn eigen plekje altijd waar hij zat. En die kon behoorlijk gemeen zijn van tijd tot tijd naar die vrouwtjes toe. Ja. Terwijl dat ene vrouwtje die wilde altijd eigenlijk in bomen klimmen. Toen hebben we er ergens losgelaten. Toen hebben we er weer teruggehaald en toen dachten we van, nu gaat ze waarschijnlijk niet meer terug willen komen. En constant weglopen. En toen bleef ze. En toen achteraf bleek dat ze zwanger was en waarschijnlijk dacht, hé, het is toch veiliger hier. Ja, ja. Dus ze zijn ook slim. Dus ze hebben niet alleen persoonlijkheid, ze zijn ook nog slim. Was dat mannetje ook chagrijnig tegen u? Soms, ja, af en toe. Dan vooral als hij iets niet kreeg wat hij wilde. Het was een beetje een verwend nest. Ja, ja. Door wie verwend? Door mijn vrijwilligers, denk ik. Ja. 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 Thank you, Monique. Er is heel veel gebeurd, zoals ik eerder aangaf. En we willen eigenlijk naar het volgende item toe gaan. En in het volgende item komt naar voren voornamelijk wat professor Nijpal de afgelopen periode gedaan heeft. Hij is naar een aantal paviljoens geweest, onder andere het paviljoen van Nederland en het paviljoen van Italië. Laten we gaan kijken naar een compilatie daarvan. Nou, met professor Nijpal voor eigenlijk zijn eerste actie die hij heeft gedaan voor het publiek hier in Dubai bij de expo. Wat wilde u overbrengen? Voor mij was het belangrijk om over te brengen de conversie van de theoretische, de conceptuele naar de grassroots level, naar beneden toe, naar de communities. Hoe doe je dat precies? Waar zijn de knelpunten? En voor wie doen we in feite dit alles? Het is niet alleen maar voor carbon vast te leggen, maar het is ook om de veerkracht te geven naar de communities toe. Nou, we hebben met professor Nijpals achtergrond en zijn kennis en vooral ook zijn echte hands-on experience natuurlijk met het herplanten van mangroves, met building with nature concepten, een heel mooie inkijk gekeken hoe dat op een ander land met een totaal ander klimaat ook gaat werken. En die drive van professor Nijpal om het ook gewoon te doen en erin te geloven en daarmee aan de bak te gaan, dat sluit heel goed aan bij de drive die wij hier hopen ook te sparken met mensen. Omdat mensen dan ook echt zeggen van oké, we gaan niet per se wachten totdat alle sterren goed staan. We gaan aan de gang, we gaan het uitproberen, we gaan ermee experimenteren en we gaan het gewoon doen. Ook dit gebied, de Verenigde Arabische Emiraten, heeft mangroven.
En wat zijn de gelijkenissen met die van ons? En ziet u potentiële samenwerkingen? Inderdaad, hebben ze dus mangroven. Zij hebben, ik heb hem gevraagd ook daarvoor even van, wat is de bedoeling van de mangroven van jullie? Dat is meer om de biodiversiteit, vastleggen van de carbon. Bij ons gaat het meer om de bescherming en het voedsel creëren. En noem maar op, aan de spin-offs. Wat wij hebben uitgewisseld zijn dus coördinaten. En hopelijk dat we dus samen kunnen werken op dit vlak om te kijken wat voor type hebben zij, hoe doen ze dat, wat is de bedoeling daarvan alleen. Zodat wij dus informatie kunnen uitdelen op dit vlak. Dankjewel, hou ons op de hoogte. Ja, graag gedaan, dankjewel. Ja, we zijn dus in elk geval in Italië behoorlijk goed op de kaart gezet door professor Naipaul. En natuurlijk ook Nederland weten, heeft ons leren kennen vanuit een andere hoek. Professor Naipaul, bent u een stap dichterbij gekomen bij uw uiteindelijke doel? Nadat u hier bent geweest? In Dubai dus. Ja, dat is inderdaad weer een moeilijke vraag. En, ja, het gevoel geeft, het gevoel geeft aan dat we inderdaad de mogelijkheid hebben en we moeten daarvan gebruik maken om de stappen te maken dichterbij. Het moet inderdaad zoveel mogelijk verteld worden wat we kunnen, want het is niet zoveel gepubliceerd op dat vlak. En ook participeren. Maar het lijkt ook erop dat andere landen weten wat we aan het doen zijn. Dus vooral het laatste geval van Italië, waarbij zij aangaven hoeveel technologie ze in feite hebben, wat ze allemaal doen zijn. Terwijl we anderzijds aangaven ook van, ja, jullie hebben de technologie, wij nog niet. Hoe staat het daarmee? Kunnen wij dus niet op dat gebied samenwerken, terwijl het gaat over kustbeheer en kustbescherming. En ook de biodiversiteit daarbij. Hè? Dus ik denk dat dit ook anderzijds ons de mogelijkheid geeft van hoe je dit moet aanpakken. Hoe je alles moet integreren bij elkaar. Het is geen sector apart, het is een integraal waarbij je verschillende sectoren bij elkaar meeneemt om het doel te bereiken. En het is niet zo eenvoudig, het is niet zo concreet de doelstelling zelf, maar het gaat erom dat wij moet ervoor zorgen dat het niet verder verslechtert, dat ecosystemen blijven bestaan en doorgroeien. En ja, daarvoor heb je de efforts nodig, daar heb je de finance nodig, daar heb je de tools nodig. En dat kwam helemaal goed naar voren. U sprak een beetje dat er veel aandacht geweest is. Er is voornamelijk opvallend veel, in mijn ogen, veel media-aandacht geweest voor ons paviljoen. Kan je daar alsjeblieft wat over zeggen? Waar zijn we allemaal geweest, et cetera? Dat is zeker waar. Waar ik daarmee wil beginnen is eigenlijk dat gevoel heb dat wij een van de weinige landen zijn die echt specialisten hier naartoe hebben laten komen. En ik denk dat we daar echt onszelf mee op de kaart hebben gezet. En ik denk dat daar voornamelijk die media-aandacht ook vandaan kwam. Dat ze, zoals bijvoorbeeld gisteren hebben wij die Dignified Storytelling gehad. Er waren zeker 4, misschien zelfs 5 verschillende mediakanalen over. En dat begint ook te lopen voor een volgende opname nog morgenochtend. Dus ik denk dat Suriname een hele goede keus gemaakt heeft om eigenlijk specialisten deze kant op te laten komen. En dat wij op deze manier onszelf op de kaart kunnen zetten dat we echt bezig zijn met onze natuur. Het is een speciale periode. Jullie zijn specialisten, voornamelijk specialisten over biodiversiteit. Wat is de boodschap die je wilde overbrengen? Wat is de message die je steeds hebt gegeven aan die mediahuizen over Suriname en biodiversiteit? Dat het heel belangrijk is dat iedereen, en dan hebben we het niet alleen over de verschillende landen, maar iedereen als individu zich hiermee bezighoudt. Dus zoals ik eerder zei, we zijn nog niet over die tipping point, maar we zijn ongelooflijk dichtbij. Dus het is heel belangrijk dat iedereen bezig is met natuurbehoud, het minder gebruiken van plastic, het minder eten van vlees, dingen die effect hebben op de natuur.
Ik denk dat dat een message is die we steeds een beetje proberen terug te laten komen. Business-wise, jij gaat een hele belangrijke meeting binnenkort hebben. Wat voor andere business opportunities hebben jullie gezien en wat voor business opportunities hebben jullie aangegrepen? Ik heb begrepen dat jullie geen business cards meer hebben, dus willen jullie daar alsjeblieft wat over vertellen? Dick, je mag beginnen. Nou, we zijn hier voor biodiversity, maar in mijn vakgebied combineer ik dat veel met toerisme. En ik denk dat dat eigenlijk een manier is waar bij mij voornamelijk de awareness en de business vandaan is gekomen en interesse vandaan is gekomen. Dus ik denk dat het voornamelijk op het gebied van toerisme is geweest en mensen die geïnteresseerd zijn geraakt erin. Hoeveel mensen komen naar Suriname? Hoeveel mensen hebben je dat gezegd al? Ik zou het niet weten, ontzettend veel. Ja, en dan zijn we eigenlijk nog niet eens op de week waarbij we focussen op toerisme. Dus er zijn al een hele hoop gesprekken en meetings in de planning voor januari. Wil jij iets hierover zeggen? We hebben al gehoord over de cosmetic side of things. Zijn er andere opportunities die je hebt kunnen aangrijpen? Wat ik ook nog wil zeggen is, ik was in het paviljoen in eigenlijk het laatste segment van Suriname, van het Suriname paviljoen. En daar, dat is eigenlijk het paviljoen waarin staat, of het deel van het paviljoen waarin staat van, wat zijn de business opportunities van Suriname? En heel bijzonder, want wij zijn hier voor natuur en biodiversiteit. Dit is de week natuur en biodiversiteit. En dat wordt niet genoemd. Carbon credits. Dat is wat Suriname te bieden heeft aan de wereld. Carbon credits. Maar dat wordt dus niet genoemd. Dus ik vond het heel bijzonder dat ik daar was. Omdat ik dus die balans kon brengen in dat wat Suriname te bieden heeft. En dat is carbon credits, beschermen van bos, wat we hebben. Omdat ik denk dat dat onze eerste focus moet zijn. Bescherm wat je hebt. En daarbij kunnen andere landen ons helpen om eigenlijk te zorgen dat we die carbon credits krijgen. Of zij kopen dat. En dat is ook iets wat in een komende thema's, in de komende weken gaat dat. Gaat er iemand hier naartoe komen die daar specifiek naar gaat kijken en gaat praten met mensen hier? Oké, je hebt mijn aandacht. Carbon credits. Hoe kan je dat, ten eerste, wat is dat? En ten tweede, hoe kan je dat commercialiseren / kapitaliseren? Dus ik ben geen expert op het gebied van carbon credits. En de expert die komt nog uit Suriname om te praten hier met businesses over dat model. Het is een heel specifiek materie. Ik heb er zelf weinig kennis over, maar waar het over gaat is in feite dat als je bos behoudt en als andere landen jou helpen dat bos te behouden, dan krijg je als land daarvoor geld. En dat geld moet je van tevoren afspreken op welke manier je dat gaat besteden. Als je dat geld krijgt, mogen we het bijvoorbeeld niet in de offshore oil steken. Maar dan moeten we het steken bijvoorbeeld in solar energy, bijvoorbeeld renewable energies. Beschermen werkelijk van dat bos. Dus land aan de kant zetten om dingen mee te doen. Dat is waar zo'n land voor betaalt dan. En dat is in feite wat carbon credits zijn. Suriname kan dat nog, omdat we dat bos hebben. Dus ik denk dat het gewoon heel bijzonder is. Een hele goede opportunity. Ja, absoluut. To wrap this up, wat vinden jullie van Expo zelf? Genieten jullie hiervan? Voor mij is het enorm bijzonder. Ik ga het nog een keer vragen. Het is natuurlijk heel erg. Jullie zijn hier om Suriname te vertegenwoordigen, maar uiteraard, ik bedoel, het is ook wel leuk hier op Expo 2020, tenminste vind ik. Wat vinden jullie ervan? Het is amazing. Het is echt amazing. Dus waar ik mee begon, je hebt 193 landen waar je eigenlijk een bezoekje aan kan brengen. Culturen waar je een bezoekje aan kan brengen, maar ook hoe alles aangekleed is. De paviljoens die neergezet zijn, er zijn echt architecten mee bezig geweest. Het is niet normaal wat voor vormen hier neergezet zijn. En zeker op sustainable level. Gebouwen die volledig
van materialen neergezet zijn die ze later weer gewoon makkelijk kwijt kunnen. Waar geen specifieke dingen voor geproduceerd moesten worden. Zonnepanelen overal. Het is echt, echt absurd. Maar ook bijvoorbeeld, we zijn hier vlak naast het Alwassel. Het enorme centrale gebouw in het midden van de expo. Wat echt op zichzelf een bizar gebouw is. En waar ze lichtshows in uitvoeren. Naar, ik heb van de week met Els daarin gelegen, gekeken naar boven. En het is niet een plat scherm. Het is niet één scherm waar je naar kijkt, maar je kan echt om je heen kijken. Er zitten walvissen die voorbij komen, bloemen. Noem de vormen en kleuren, allemaal ondersteund door muziek en hele bijzondere geluiden. Wat het echt een hele bijzondere experience maakt. En dat is het helemaal. En helemaal dat in zijnde in een Arabisch land hier. En dat zit diezelfde sfeer die overal eigenlijk terugkomt. Het is echt, je hebt geen flauw idee waar je bent. Het is, je bent overal en nergens at the same time. Het is heel bijzonder. Een aanrader? Ja, inderdaad. Alle landen hebben dus op een of andere manier het beste naar voren gebracht. Hè? Vooral als je de paviljoen binnengaat. En daar kan je flink wat informatie, wat kennis op doen. Hè? Want ze proberen ook aan te geven hoe het verleden was. En hoe ze tot de ontwikkeling van vandaag zijn teruggekomen, aangekomen. Dat zie je heel mooi, soms gepresenteerd bij verschillende landen. En dan kan je daaruit heel veel ook leren. En zien hoe ze dat gepresenteerd hebben, hoe ze het naar voren brengen. Dus de presentatie van hun eigen is bijzonder belangrijk. Ik denk dat dat benadrukt moet worden, onderstreept moet worden. Het presenteren van wat we hebben. De biodiversiteit van ons moet nog op een hoger niveau worden gepresenteerd. En daar liggen heel veel kleuren, heel veel fleur in feite erin. Het is machtig om te zien hoe ze de techniek gebruiken. Hoe ze de knowledge in feite van de hedendaagse kennis gebruiken om dit te presenteren. De presentatie is belangrijk, waaronder de indruk in feite ontstaat. Dat is nog een beetje missing. Ja, want ik was vandaag in het Terra-gebouw. Dat is eigenlijk het sustainability-gebouw. Heel bijzonder, daar ga je dan... ik ben onder de oceaan gegaan. En ik moet zeggen, het was alsof... Ik was echt even van, is dat nou echt het dugong of niet? En het is gewoon dus niet echt, maar het is zo levensecht. Dat je denkt dat je onder de oceaan loopt en die dieren daar voor je langs ziet zwemmen. Heel bijzonder. Wat ook bijzonder is in het Terra-gebouw, is eigenlijk het bewustzijn wat wordt overgebracht. En dat is iets waar we heel veel van kunnen leren in Suriname. Omdat dat bewustzijn is onvoldoende aanwezig. Dus als je hier komt, je leert zoveel dat je bij jezelf denkt, dit kunnen we ook doen in Suriname. Dit kunnen we ook overbrengen in Suriname. En ik hoop dat jullie ook het Terra-gebouw gaan bezoeken. En daar dan iets over vertellen, zodat de mensen het meekrijgen. Laten we bewuster zijn. Dat was eigenlijk een van mijn grootste boodschappen. Laten we bewuster zijn over de manier waarop we leven. En hoe dat leven, omdat alles met elkaar in verband staat. Hoe de manier waarop wij leven eigenlijk effect heeft op andere gebieden van het leven. Op de dieren, op de planten en op de bomen. En op onze hele planeet. En dat wordt in dat gebouw prachtig uitgelegd. En ik hoop dat je daar naartoe gaat. En dat ga ik zeker doen. Ook aan de Surinaamse mensen laat zien van, hey, dit is wat er gebeurt. Prima. Dan gaan we de laatste Calabas-vraag even snel stellen. En je mag het zelf lezen. Is niet geregisseerd, mensen. Oh. Mag ik met je mee op expeditie naar zee? Ja. Nou, beter dan dat kunnen we denk ik niet afsluiten, mensen. Ik dank jullie wel. Ja. Ik hoop dat jullie dit goed gevonden hebben. Ik weet zeker dat we in elk geval... Dat het een... Eigenlijk, wat we in het vorige gesprek zeiden... Jullie waren echt de experts op het gebied van biodiversiteit.
En dit is echt wel een goede springplank voor ons om nu verder te gaan en om agressief op voornamelijk de business end of things te gaan. Dus ik dank jullie van harte dat jullie hier zijn geweest. Niet alleen hier in de studio, maar ook als ik dat mag namens Suriname. Dat ik jullie bedank voor wat jullie hier hebben neergezet. We mogen echt als natie mogen echt heel erg trots zijn op wat deze hele interessante individuen tezamen met Els van La Vieren hebben gedaan. Dus Els kon er helaas niet bij zijn, maar nogmaals, dank jullie wel dat jullie hier waren. En voor u thuis, dank jullie wel dat je gekeken hebt. Wees standby voor de volgende show, want dan gaan we het hebben over onze grand opening van ons paviljoen. We zijn al zacht open gegaan, maar er komt nog een mega opening en dat gaat u allemaal hier zien in deze studio met hele leuke gasten. Ik dank jullie wel en ik zie dat professor Nijpel toch nog eventjes zijn hand omhoog zet, dus ik wil hem de gelegenheid geven om te reageren. Go right ahead. Dank u wel. Dank ook aan het team hier. We zijn echt goed ontvangen. We zijn goed begeleid, we zijn goed ingeleid in het probleem. We zijn kort aangekomen en direct in feite in de molen gegaan. Dat was perfect. Dank u wel allemaal en nogmaals geweldig. Duim op. Daarmee wil ik het eindigen. Dank jullie wel. We zien elkaar terug de volgende keer. Bye bye, be standby, be safe en tot snel. Bye bye. Thank you.